199, 200. Ik ben de tel kwijt. We zitten ruim over de 200. Uit mijn hoofd zitten wij rond de 230 standhouders. Onvoorstelbaar. En wat een gevarieerde markt. Het is gevarieerd. Je kunt het ook aan de mensen zien. Die blijven rondsnuffelen en rondlopen. En we hebben ook bewust gekozen voor een gemixte markt. Nieuw en tweedehands door elkaar heen. Maar je hebt altijd een bepaalde doelgroep. Die komt alleen voor bijvoorbeeld het tweedehands gebeuren. En die slaan dan de braderie over. En ik heb gezegd van ik wil een gemixte markt, want ik wil iedereen evenveel verkoopkansen geven. Dus daarom een mooie, gevarieerde, gemixte markt. Alles door elkaar heen. Alles door elkaar heen en van alles wat. Ik ben volledig de tel kwijt. Ja, klopt, wij ook. Wij zijn flabbergasted hier zo in Deventerstraat. Met zo'n grote opkomst qua marktkraam, standhouders. Iedereen is enthousiast hier zo van het aantal kraam alleen al. Het zit niet op één kluitje. Mensen kunnen het hele dorp door. En dan krijg je toch gelijk een hele andere sfeer in het dorp van rust. Het straalt heel ons lekker hier. Even lekker kijken, naar muziek luisteren. Terrasje pakken, je ziet de terrassen allemaal vol zitten hier. Ja, dat is leuk om te zien. Mooi. Uitermate geslaagd. Dat zijn jouw woorden, ben ik blij. Wat een kraam, joh. Het hele dorp staat eronder. Dat was ook mijn doelstelling. De doelstelling was 100 kramen. En we zagen al aankomen van dit gaat meer worden dan 100. Toen was het 150, toen werd het 200. Nou, ik ben een gelukkig en tevreden man. Nou, even over vandaag, hè, want hoe is jullie dag begonnen vanmorgen? Dat begon eigenlijk al bij gisteravond. Gisteravond hebben we alle plekken uitgetekend waar de kramen moesten staan en de grondplekken en zo. Er werd, rond 12 uur waren we daarmee klaar. Dus wij hebben een korte nacht gehad. We waren om 4 uur waren we alweer wakker. Want om 4:30 werden de kramen neergezet waar wij mee moesten assisteren. Ja, dan ga je de kramen moet je neerzetten. De mensen komen al vroeg aan. Op starttijd was 8 uur. Maar de mensen waren er al om 6:30, 7 uur. Kijk hoe mooi het vandaag gaat. Want het verkeer kan mooi door het dorp heen. Het dorp kan er mooi doorheen. De parkeerplaatsen kunnen gewoon gebruikt worden door de winkelend publiek. Daar was ook een wens van uit de ondernemers. Nou, daar hebben wij aan voldaan. En ik hoop ook dat zij er op een geslaagde dag terug kunnen kijken. En wie weet wat dit brengt voor de toekomst. Ik zeg tot volgend jaar. Met elkaar moet je het doen. Hè? Je moet dat organiseren. Nou ja, dan is het leuk dat het zo uitpakt. Dit is natuurlijk een schat in de roos. En het weer is natuurlijk al voor 50% maakt het leuk. Ja. Uniek. Mooi. Wij genieten vandaag. Nou, het is een enorme genieten hier. Klopt. Ja. Yeah.